Oeh, dat is fel. Helemaal, welkom. Mensen kijken me heel vies aan. Deze brownies gekocht. What you will need. Ik ben echt een loser. I love you. Allemaal jullie schuld. What the fuck. Helemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben net wakker en ik ga vandaag vloggen, want ik heb een toets. En misschien brengt het mij dan geluk. Plus ik moet een statief nog meenemen naar school voor Amina. Oeh, dat is fel. Maar nu gaan we verder met dag- en nachtcreme van de Kruidvat. Ik ben ook naar de huisarts gegaan gisteren. En die heeft me verwezen naar de dermatoloog in het ziekenhuis. Dus ja, ik ga nu echt serieus aan de slag met mijn hoofd. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik bedoel, wat er ook gebeurt, ik moet wel overgaan dit jaar. Ik weet dat ik het daar wel mijn best voor moet doen. Maar ja, ik heb maar één keus, anders blijf ik nog een keer zitten. Dat is niet het. Nu gebruik ik concealer van Catrice. Nee, van Essence. Oeh. Deze mascara gebruiken. Kijk, maar door het licht lijkt het echt super wit. Daarom moet je blenden. Ik lijk alles al aan en ik ga vandaag gymmen, dus ik ga geen fucking spijkerbroek aan doen. En ik heb mijn tas ingepakt, dus ik ga zo naar school. Dan heb ik Duits eerste uur, tweede uur is studiezaal. Dan kan ik nog leren voor mijn wiskundetoets en dan heb ik mijn wiskundetoets. Dan heb ik een tussenuur en ik denk dat ik in tussenuur dan even naar huis ga en mijn shit ga dumpen. En dan kan ik naar Olympiaplein fietsen. Godverdomme, ik haat Olympiaplein. Maar het regent nu fucking hard, dus ik ben bang dat ik echt als een pandabeer op school aankom. Nou, kan dus niet toch helemaal niet, maar... ik ben dus vanochtend met de auto gaan met papa. Ja, vandaag vlog ik. En dit is mijn kluisje. Oh, omdat, zeg maar, ik ben vandaag een toets en ik wil zeg maar geluk, dus misschien brengt mijn kijkers geluk. Dus ja, hopelijk brengen jullie geluk. En ik zal mijn... Oh, af. Mijn kluisje even laten zien. Ik ga er nog wel een aparte video van maken, maar nu zit het heel rommelig. Had je nog dingen gebrengd? Ja, die vlog heb ik niet online gegooid. Dit is heel rommelig, maar ja, ik heb er dus twee en het komt allemaal wel goed. Maar het licht hier is dus super mooi en lijkt de kwaliteit ook, dus ja. Dus Amine en Nina, kijk een nieuwe video met genaamd verrassing. Dat weet je niet. Heb je daar nog zin? Nee. Ik ben lelijk. Dus dat ik wel mooi. Hey guys, ik ben net terug van de toets. En hij was minder moeilijker dan ik dacht, maar wel nog steeds moeilijk. Mijn mensen kijken me heel vies aan en het is echt heel awkward, maar ik hoop dat ik er voldoende heb. En nu heb ik tussenuur en ga ik naar huis. Ik loop nu naar huis, want ik had vanochtend geen fiets, want ik ging met de auto. Maar ja, het regent. Ik luister nu even muziek trouwens, dus. Maar ja, de toets ging... Ik weet, dus heb je soms van die, ja, van die toetsen waarvan je gewoon niet weet hoe het ging? Gewoon, het kan goed zijn gaan of slecht. Je weet het gewoon niet. Ja, zo'n toets had ik dus. En nu loop ik naar huis met de wind en ja. Hey guys, ik ben aangekomen. Het duurde echt een jaar, want ik heb echt twee zware tassen hier. Maar het is eindelijk zover. Dus ik ga nu even wat eten. Misschien nog wat dingen doen. En ik weet niet of ik echt ging gaan. Misschien ga ik het wel gewoon niet. Maar ja. Nog leuke dingen doen samen. Want ik wil niet dat mijn vlog saai wordt vandaag. Dus ja. Nu gaan we leuke dingen doen. Want ik ben trouwens, als je afvraagt waarom ga je naar huis. Ik moet nog het statief van Amina. Nou, zeg maar, mijn statief ga ik Amina uitlenen. Zodat zij nog... Of volgens mij heb ik dat al uitgelegd. Maar ja, ik heb het vanochtend dus niet meegenomen. Vergeten. Ik praat zo tief snel. Oeh, ja. Maar altijd in tussenuur kom ik naar huis. Want ik heb niks te doen op school. En mijn huis is echt 1 seconde hier vandaan. Behalve als je moet lopen in het vadertassen. Dan is het opeens niet 1 seconde hier vandaan. Maar oké, nu eten. Oké, ik heb gisteren dus deze brownies gekocht. En ik weet dus niet hoe lang het... Oh, lol. Ik ben zo handig. Laten we gewoon heel snel de brownies maken.
What you will need is a bowl, a brownie mix, and some water. Goed, shut up. Ik gebruik even mijn statief. Oké. 5 minuten bereidingstijd, alleen water voegen. Dat klinkt hartstikke simpel, maar dat is het waarschijnlijk niet, want ik kan alles opvoegen. Waarom ben ik de enige op school die fucking brownies in het tussenuur maakt? Ugh, dit is wel raar. Zo, dat gooi ik weg. Oh, dat was wel meer. En ik zit het ook vol op mijn mobiel te gooien. Ik had iets meer dan 150, dus wel goed. Dat is vast wel 150 nu. Woe! Ik haal er allemaal poeder uit. Ik ben zo ratchet. Ik kan echt niks. Kijk, nu is het iets beter te zien. Weet je wat? Ik doe dit gewoon. Ja, nou jongens. Ik ga dit even een paar minuten mixen. Ik haat geen. Waarom heb ik geen? Ik ga zo kijken of mijn mail koop echt wat uitvalt. Maar, grapje, ik haat niet geven. Ik vind het geen best wel leuk, maar ik haat het gewoon. Snap je? Woe! Weet je wat, het is vast wel goed. Nu ga ik het even goed te zien. Ik doe dit in de bakvorm. Midden van de bakplaat. En dan gaat hij 40 minuten lekker bruin worden. Hij is al bruin, maar let niet op wat ik allemaal zeg. Ja. Oké. Wachten! I'm so into you. Ik had laatst nog een video van de Jill zien. En hij zei, kom met Krusli. En toen was ik, oh, maar die heb ik al. Dat ga ik nu eten met sojamelk, want dat is gezond. Nu, in de winkel, voor maar. Ik weet het niet. Zoals jullie kunnen zien ben ik echt een loser. Ik krijg het eigenlijk, klummel. Nee, ik ben echt... Ik weet niet. Oh, ik ga maar niet rare geluiden maken. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drink once I was 11 years old. My daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Oké, jongens, ik ga samen met jullie kijken op magister of gym uitvalt. En, allemaal... Wens me geluk. Ga nu allemaal de video liken. Want dan staat hier dat gym uitvalt. Als jullie niet genoeg hebben geliked, dan gaat het gewoon door. Dus laat gym uitvallen, laat gym uitvallen. Oké, we gaan nu naar berichten. Eerst liken. Oké, we gaan kijken. Refresh. Ja, gym valt niet uit. Jullie hebben niet genoeg geliked. Allemaal jullie schuld. Fall asleep. Little do you know, I'm still haunted by the memories. Little do you know, I was in love. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Oké, fucking hell. Ik kan zo alles laten vallen. Fucking regenparaplu trick. Fucking Nederland. Oké, guys. Ik had mijn camera niet meegenomen, dus daar film ik even mijn mobiel. Maar oh mijn god, wat ben ik moe. Ik was net zoals jullie konden zien, lekker thuis, warm, bruinjes aan het maken. Toen ging ik naar gym, toen ging het regenen, we hebben niks gedaan. We fucking gym, fucking gevoetbald. What the fuck, ik zie er niet uit. Ik wist niet dat ik er zo uitzag. Ik pakte mijn camera en ik zeg, zie het hoofd. Nou, ik zie er niet uit. Ik lijk letterlijk op een zwerver. What the fuck? Maar oké, jongens, ik wilde even zeggen dat ik een fucking 7 kom. Wacht, even kijken hoor. Ik heb een 7,3. Een 7,3. Oh mijn god, ik hou van mijn leven. How do you know I'm breathing?
Dus, ik ga maar eens een eind aan deze vlog breien. Het was wel genoeg geweest vandaag. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Subscribe hier beneden. En tot de volgende keer weer. Doei!